Ben jij een crewmember of een imposter? Among Us is een enorm populaire game met hele leuke 2D-characters die je heel goed kan animeren in Adobe Animate. In deze tutorial gaan we ons lekker bezighouden in Adobe Animate. Animate is echt een waanzinnig goed animatiepakket als het gaat om 2D animatie. Ja, dus een uitgelezen kans om jouw Among Us character te gaan importeren in een Full HD bestand. En Full HD is eigenlijk hetzelfde zoals je je filmpjes bekijkt op YouTube. Dus laat ik even hier rechtsbovenin kiezen voor Fit in Window. En dan zien we hier de gehele stage staan. Het podium waarop jouw animatie gaat beginnen. En je onderin zie je de tijdslijn met daarin ook de lagen. Nou, in zo'n laag wil ik het character gaan importeren. Nou, die heb ik al gedownload vanuit de link uit de omschrijving. Dus ik kies hier voor File, Import to Stage. Dan staat het witte podium hier. Stage. Ik kies voor de crewmember.png. Open. En daar hebben we het karaktertje staan. Nu wil ik graag dat hij het poppetje gaat lopen en dat hij dat één keertje doet en dat ik dat kan laten herhalen, kan laten loopen. Dus we gaan een lopend loopje maken. Nou, rechtermuisknop zorgt ervoor dat wij er een symbool van kunnen maken en daarmee kan je dus zo'n loop animatie maken. Dus convert to symbol en belangrijk daarbij is dat je vanuit dit lijstje kiest voor de graphic. Want we kunnen straks ook het poppetje laten stilstaan. We kunnen de animatie gaan beïnvloeden, dus super belangrijk graphic. En dit is de crew member. Ik kies voor oké. En nu verschijnt hij ook hier aan de rechterkant in mijn library. Maar ik wil graag de properties open hebben staan. Want dan zie je gelijk alle instellingen van wat ik heb geselecteerd. En die loopende animatie die wil ik graag in het character gaan plaatsen. En met een dubbele klik kom ik in dat character terecht. Dus ik zat eerst in de scène, in de hoofdscene. En nu zit ik in de crew member. En die heeft dus ook zijn eigen tijdslijntje. Dat is dus een andere tijdslijn dan hier. En hier. Dus hierin hoef ik hem maar één keer te maken. In de hoofdtijdslijn kan ik hem laten lopen tot hij in ons weegt. Nou, hoe gaan we dat nou animeren op een makkelijke manier? Nou, dat doen we met de Asset Warp Tool. En daarmee kan je punaises gaan prikken in het character. En dat zou dan bijvoorbeeld zijn voet kunnen zijn. Zijn heup kunnen zijn. Zijn andere voet. En zijn andere heup. En die volgorde is ook wel belangrijk. Want je wil graag dat dit voetje voor het andere beentje langs gaat. Doe je die volgorde andersom, dan ligt het andere beentje bovenop. En dat wil je eigenlijk niet. Doe even Command Z om hem weer terug te zetten. Ctrl Z op een Windows machine. Ik zet nog even zijn navel vast. En de pin. En het hoofd. En in principe zijn dat genoeg punten om de animatie mee te gaan maken. En ik denk dat die animatie van het loopje ongeveer een seconde gaat duren. Dus ik zoom hier een beetje in op de tijdslijn, zodat ik die seconde ook kan gaan zien. En ga mijn animatie maken. Nou, dat doe ik een beetje op een stop-motion-achtige manier. Net zoals dat in Among Us zelf ook gebeurt. Dus ik ga gewoon een aantal frames verder. En maak daar een keyframe aan om de positie te gaan veranderen. Nou, die keyframes die vind je hier onder dit menuutje keyframe. Dan is hier in de tijdslijn dus dat keyframe toegevoegd en kan ik hem gaan aanpassen. Dus nu kan ik zeggen, nou, we gooien de beentjes wat uit elkaar en we gaan beginnen aan het loopje. En zo gaan we nog een vijftal frames verder, maken weer een keyframe aan en zetten de benen nog iets verder uit elkaar. Misschien ook de body een beetje aanpassen. Vervolgens weer een aantal frames verder. En gaan we weer terugwerken naar de originele beginpositie. En dan hebben we nu deze animatie. En als je dat laat loopen met deze optie, dan loopt het loopje. Wanneer die benen ver uit elkaar staan, daar wil ik het poppetje in zijn geheel nog wat omhoog hebben. Om het een sprongetje wat hij maakt ook iets meer te accentueren. Dus dan gaat hij omhoog, weer naar beneden. En nu hebben we één loopcyclus gemaakt. Ik zet hiervoor de loop even uit. En die animatie laat zichzelf herhalen in de hoofdtijdslijn van scène 1. En in scène 1, ja, daar kunnen we nu een animatie zien van slechts maar één framepje. Deze tijdslijn is niet langer. Dus ik ga die een heel stuk langer maken. Even weer ietsje uitzoomen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken wat die doet als we de tijdslijn 5 seconden lang gaan maken. En dat doen we door gewoon een extra frame toe te voegen. Dus geen keyframe, maar een frame. En dan hebben we hier in de hoofdtijdslijn dat loopje keurig netjes achter elkaar zitten.
om er nou van links naar rechts het beeld in te laten komen, maak ik hem eerst een stukje kleiner met de Free Transform Tool. Dan kan hij eigenlijk een beetje een grotere afstand afleggen. Ik houd hierbij Shift ingedrukt en verplaats hem vervolgens buiten beeld off stage. En nu wil ik natuurlijk dat hij gaat lopen naar het midden van het podium. En daarvoor word ik heel graag geholpen met de rechtermuisknop door de Classic Tween. Met die Classic Tween kan ik zelf keyframes gaan aanmaken op een later moment in de tijd. Laten we kijken wat hij doet als we een seconde verder zijn. Zou dat een mooie afstand zijn? Daar gaan we achterkomen. Daarvoor maken we ook weer een keyframe aan. En als dat keyframe er staat, zie je een mooie pijl in deze paarse tween verschijnen. En dat houdt in dat ik mijn poppetje nu kan gaan verplaatsen naar het midden van het podium. En nu zal die animatie gemaakt zijn. En kijken we even of de timing oké is. En dan is wel het nare dat het poppetje blijft doorlopen. En dat wil ik eigenlijk liever niet. En dat is eigenlijk de reden waarom we aan het begin hebben gezegd, we maken er een graphic van. Dus als we hier een graphic van hebben gemaakt, dan krijg ik hier aan de rechterkant, wanneer het poppetje geselecteerd is, de opties om te switchen naar bijvoorbeeld speel alleen maar een stilstaand frame. Deze. En dan wil ik graag frame nummer 1 zien. Wat hij dan doet is, hij blijft lekker dat loopje herhalen. Tot aan hier. Vervolgens staat hij stil, totdat ik weer zeg van, nou, je moet wat anders gaan doen. Dus laten we hier bijvoorbeeld een secondetje stilstaan en hier weer gaan starten. Dat doen we met een keyframe, het startpunt van de animatie. En dan wil ik dat het poppetje hier omgedraaid is, zodat hij naar de andere kant weer het podium uit kan gaan lopen. Nou, dat doen we met de Transform Tools hier. Flip Selection Horizontally. En dan wederom een seconde verder maken we een keyframe aan en verlaat hij het podium weer. En dan zien we dat hij hier die draai toch niet helemaal oké maakt. Deze animatie die hoeft eigenlijk niet getweend te gaan worden. Dus met een rechte muisknop zeg ik hier tussenin. Nou, haal die tween hier maar eventjes tussenuit. Dan blijft hij gewoon net zo lang stilstaan. Totdat hij het volgende keyframe tegenkomt. Pas draait hij om en loopt hij weer weg. Maar hij begint niet te lopen. Dus ook hier moeten we weer aangeven. Nou, vanaf dit keyframe. Selecteren we het character en gaan we weer loopen. En dan loopt weer keurig netjes het beeld uit. Ja, en zo maak je dus een Among Us character die je natuurlijk nog heel veel verder kan gaan uitbreiden met diverse lagen erbij. Zodat je hem echt in een omgeving kan gaan plaatsen. En dat zou er uiteindelijk dus zo uit kunnen gaan zien. Natuurlijk wil je dan ook je animatie gaan exporteren als een filmpje. Dat doen we via File, Export en dan Video/Media. En wanneer je je filmpje wil gaan delen via de social media, dan is het heel erg fijn om het formaat te kiezen H264. Dat geeft jou een MP4 in die lekkere HD-kwaliteit die we aan het begin al hebben gekozen. Helemaal prima. Natuurlijk kijk je naar waar die opgeslagen moet worden in dit mapje. Kiezen we voor mijn projecten, eigenlijk een goede plek. Save. En dan export. En wat hij dan doet is het opstarten van de Adobe Media Encoder. En wanneer de media encoder is opgestart, is het slechts een kwestie van klikken op Start Queue. En vervolgens rekent hij jouw filmpje uit en heb je een prachtige MP4. En zo maak je een Among Us animatie in Adobe Animate. Tot de volgende!